Toen ik nog klein was, droomde ik in sprookjes. Ik dacht dat elk wit peert zomaar hun eenhoorn wezen kun. Ik zocht de slootkant of naar troon en veeën. En kuste kikkers, dacht dat ik dan mijn prins door misschien ver. Ik had een champot met wat gaatjes in de top, hem tinkerbel te van. Het was misschien wat verre zocht, maar het was een sterk verlaat. Ik geleum mijn sprookjes die twee Hans en Grietje nou nog ziet in zeem en min en ze hem dwang in wonderen en in goden behang en wee wat ik won en ga. Ben 23 nou en er is niks veranderd. Ik droom nog steeds van prinsen en ik voel me een prinses. En kom ik thuis nou weer een dag vol wak. Dan droom ik weg in sprookjesland. Daar ben ik al zo vaak wees. Ik heb een champot met wat gaatjes in de top, een tinkerbel te van. Het is misschien wat verre zorg, maar het bleef een sterk verlaat. Ik geloof in sprookjes die twee Hans en Grietje nou nog ziet in zeem en min en ze hem dwang in wonderen en in goden behang en wee wat ik wil niet gaas. Ik wil niet gaas. Zit altijd te kniepen. Ik heb hier al helemaal zo'n teken van talpa staan.
Ja. Ik zal het ook maar eerlijk zeggen, het is ook mijn eigen schuld wel een beetje, hè? Ja, want ik ben misschien niet Piep meer, maar ik barst nog van de seksappeal. De vorige weken, hè, wicht. De vorige weken wou Kees een postbode nog met mij trouwen. Met je? Ja, ik heb me verwezen. Oh? Zeg, begin ik niet aan. Zeg, man, wat hek toch aan Kjell dat maar één keer per dag kump. Maar Aaltje, wat zit hij hier toch eenzaam? Daar komt ik haar afspreuk met Janno van de Putten. Huh? Maar die is naar de dokter, hè? Hé? Heeft 3 tanden door het lip. Wat zeg je me nu toch? Is ze onderweg gevallen, daar? Nee, is thuis op kunstgebied gaan zitten. Dat is zeer, hè? Dan laat ik me nog liever beknippen, Tines. Ja, ja. Hoe heb je trouwens met? Drok. Drok? Hartstikke drok. Ja, dat komt namelijk zo. Mijn schoondochter heeft een nieuwe baan gekregen. En dan moet ik 3 keer in de week met mijn kleinzoon die naar de zwemles heen. In het sportfondsenbad. De vorige weken kwam ik hem ophalen van de school. Hè? En toen vroeg de juffrouw nog: hey Jantje, waar ga jij heen met je oma? En toen zei Jantje: naar het spatbordenfonds. Ja, dus elk woord, hè, toen wij door in het zwembad aankwamen, toen zagen wij door een dame in blijde verwachting en die wil net het diepe bad instappen. Ja, en Jantje vroeg meteen: oma, oma, wat heeft die mevrouw? Ik zei: nou, die mevrouw die heeft een babytje in de buik. Hij is er meteen op aan de loop. Hij heeft heel voorzichtig op den boek geklopt en toen heeft hij gezegd: hey, jij daar bin, hij geen diploma hebt, moet je er direct toe komen. Heel mooi, ze kunt mooi zingen, die kleine, hè? Ja, vooral dat pruggelt die van ons, hè? Ja, dat is wat leuk. Die van mij kan het ook mooi zingen. Oh ja? En mijn dochter heeft ook drok, heeft ook nee, je baan. Ben ook niet. Nou, en omdat het zo drok heeft, moest ik zijn dienst nog overnemen van de week bij de Klaaroverplaats. Oh, toen kwam je ook een keer klaar over. Het was niet de enigste. Nee. Ze hebben ook wel eens een staalwond mee. Toen ik spul op al daar, hè, wat ik naartoe zei, reut mijn kleindochter die mee. Oma, en vergeet jij je stok? Heb ik u al verteld wat er de afgelopen zomer bij Oes in het dorp gebeurd is? Gebeurd? Ja, er is een keer wat gebeurd bij Oes in het dorp. Oh? Ja, dat kwam zo, hè. Er lopen 2 van die stadse madames. Ik dacht dat ze uit Emmen kwamen. Ja, er lopen 2 van die stadse madames bij Oestvoorthoes langs over het pad in hen. Den een was gekleed in een geel mantelpakkie en den ander in een rood. Toen ze 100 meter deur waren lopen, toen draaien ze ineens een kwartslag en toen stapten ze zo over het draad hen het weiland in om den heel lessen tip af te kunnen snieden. Maar wat die dames niet wisten, was dat de buurman net de bollen in de weide hadden jacht. Toen dat beest die dames in de gaten kreeg en begonnen zo met de poten over de grond te skrapen. Die ogen begonnen wat te draaien, hij kreeg het schoen op een bek, hè. En toen vlogen zo achter die wief aan, hè. En die maar redden, hè. Ja, ze waren een keer of 4 zo het hele weiland rond de west. Toen gaf dat rode mantelpakje, die gaf het op. Ja, die stuffen over te hoesten en te proesten en naar lucht te happen. En daarna dan maar schreeuwen: kom op, Marietje, deur redden.
Maar Marietje zei, nee, hè? Nee, ik geef het op. Ik kan gewoon weg niet meer. En dan erbij, ik kreeg ook nog liever een kalf dan een hartinfarct. Ik weet niet of het eraf aan komt mis. Kwam van de week Dientje van Bosja nog tegen bij de Aldi. Ja. Ja? Even een klein kring. Even een poppie. Wat? Even een poppie kring. Oh, even zeker een ander bok op het hok had. Mag ook even in het bak kijken, hè? Ja. Lelijk. Wat? Wat een lelijk kind. Lelijk? Ja. Ik zeg nog, wicht. Je moet toch wil dat breed gaan. Ja. Waarom is dat dan? Hij moet genomen. Ja, Denne. Ja. Dat is ondertussen ook alweer 18 jaar geworden. Oh. Ja, en nou hebben de vorige weken zijn eerste auto gekocht. Een tiendehandse BMW. En ik mag mee voor het eerste proefritje. Mag jij mee? Ja. Oh. Ja, hij zei, buurvrouw, nou gauw eerst eens kijken of de auto goed wil optrekken. Zie de gids helemaal in de vette, hè? Zie door dat witte stukje papier in de barm liggen. Ik zeg, ja, zeker waar, mijn jong. Ja, wat de oom, die bent nog goed, hè? Dat, ja, toen zeggen, nou, dan gauw kijken hoe gauw de auto ons door hen kan brengen. En meteen trappen erop, gaan ze, oeh, wie wandert ook zo? En toen stille stunden daar bij dat witte stukje papier. Toen zei de, nou buurvrouw, nou gauw derben tetsen. Hij zegt, en dat komt groot uit, want zie je ginds in de vette die grote goederentrein aankomt. Zeg, ja zeker wat mijn jong, maar kijk er maar met uit, hè. Maar meteen gaf er weer een pillengas in doorvleugen weer, hè, van wonder en geweld en de ribben die trein me het lief. En pas een paar meter voor de spoorboom trappen op de rem. Nou, elke is elke, het is goed gewoon, hè? Ja, het is goed. Maar er passen ook geen voesten meer tussen. Hij zei, buurvrouw, het karregie doet goed, ik hol hem. Wat vindt ieder van, heb je nog wezen? Ik zei, ja, zeker wat, mijn jong. Riep maar gauw terug naar dat witte stuk papier, want dat heb ik nodig. Vertel dat ik zo'n trammeland had heb vorige week. Nee. Och, man. Met wie dan wat? Met Descent. Descent? Descent? Met Descent. Descent is mijn recent weer. Mij ook niet meer. Ik had een dag of drie zonder stroom zitten. Oh, toen heb ik ze even opbeld. Ik heb ze het goed verteld ook. Zeg, nou red ik mij al een dag of drie met een keersie. Maar nou wordt toch die dan een keer langs stuurd. De service, hè? De service is niet meer wat te wezen is, hè? Nee, de service is niet in orde. Nee, nee, dat vind ik niet. Nee, alhoewel, ik weet ook niet of het vroeger allemaal beter was, hè? Nee, ik kan me nog herinneren dat mijn oudste dochter, die wou voor de allereerste keer uit met een jong, hè? Ja, en ik maak mij zorgen. Ja, want ik ben ook jong, West. Nou, afijn, ik zeg nog tegen haar, Wiggie, kijk goed doet met dit, kijk goed doet met dat. En doe vooral niet zus, en doe vooral niet zo. Ze zei, ja, moe, doe nou maar rustig aan, moe. Maak u nou maar niet te dikke, want nee, moe. Echt, hoor, ik heb alles heel goed in mijn koppien opgebarren. Zeg, Wiggie, je kunt aans opbarren waar hij wilt, maar de jongens weet te vinden. Is het waar of niet, mevrouw?
Is dat zo lang geleden? Ik weet ook niet of vroeger wel beter was. Ik ook niet. Nee, ik ook niet. Nee? Ik moest nog alles zelf maar uitzoeken. Ja, dat is waar. Of niet dan? Ja. Verlichting? Ik heb niet uit. Ik waar? Ja? Op de fietsen. Ik heb verlichting en achterlichting. Wees overal van. Nou, ik weet haast nog goed dat ik al mooi zet in scharrelderijen met Klaas. Ja, en plekken om te gaan, hij ook niet alles me stiekem gebeuren. Oh man, ik weet nog goed, we lagen een keer lang goed in het bos. Doe ik de ogen los, stiet er op meter of drie afstand een jonkie naar ons te kijken. Oh, ik schrik me kapot, man. Ik zeg, Klaas, Klaas, een jong. Oh, weg zeggen, doe kalm, man. Ik doe mijn best. Ik loop nog even door de grote straat bij ons in het dorp. Hè. En toen kwam ik door toch de dochter van de oude buurten tegen. Ja, wie is ondertussen ook alweer 30, joh. En ze had toch zo'n leuk jochie aan de hand. Hè. Oh, ik zie direct wicht wat mooi dan mekaar weer eens tegenkomt. En, oh, hoe is het toch met de oude lu? En, oh, wat hij toch een prachtig kjelpen bij jou. Oh, hij leek ook sprekend op die man van je. Toen zei ze, nou, dan maak ik eens hopen van die, want het is de zoon van de buurvrouw. Kan ons allemaal overkomen. Kan ons allemaal overkomen. Ja, eerlijk maar. Zal ik je een geheimje vertellen? Hoor, daar ben ik gek op. Ja, dat ben ik gek. Dat vertel ik ook nooit deur of zo, hè. Nee, hè? Nee. Nou, hoe seksleem is aan zijn tweede jeugd begonnen. Wij maakten tegenwoordig een spellig, Iva. Wij speelden doktertie. En sinds wie dat doet, hè, duurt de seks iedere keer wel een uur? Een uur, wicht, hoe speel je dat toch, kloor? Ik laat hem eerst 55 minuten in de wachtkamer zitten. Mijn eigen man, hè? Och. Ja, toen een paar jaar trouwd waren, ja, toen wollen ze nodig op cursus, hè? Voor jezelf opkomen. Ja, ik snapte niks, pa. Nee, maar afijn, hij naar cursus en direct een eerste avond dat hij van de cursus thuis kwam, hè? Toen sleugen ze met de voeten op de hoofd om te zeggen van nou af aan ben ik hier de baas in thuis. Wat is bij jou ook gebeurd? Nee, maar echt, nu ben ik hier de baas in toe zeggen en neem ik hier alle belangrijke beslissing. En nu gooi ik direct hem de keuken in en dan maak ik mij mijn lievelingsetten klaar. En dan laat ik mijn nood in het bad in vollopen. En dan mag hij drie keer rooien wie mijn nood badden uit bad komt halen. Mij helemaal van top tot tien fijn warm giet afdreun. Mij fijn neem in de kleren hijst en mij ook nog even fijn het hoor giet op kan. Zo, dat kan ik u wel vertellen. Dat is Willem Jansen, een doodgraver. Hij is nooit meer in de mist. Ik heb haar
is ook nog wel een goede tip voor je. Een wat? Een goede tip. Oh, verstund verkeerd. Ik heb de laatste tijd altijd een paar condooms in de fruitschaling. Wat moet dat dan goed voor wezen? Ik heb lezen in de krant dat die dingen allerlei ziektes kunt voorkomen. Het klopt hoor, sinds ze er ligt, ben ik een keer meer verkonden geweest. Goed spul. Ja. Nou, ik moet er eigenlijk nodig van deur. Want ja, voordat die tieners weer begint te kniepen hè, met die smeer aan. Wat een hele klein kerkje is dat eigenlijk, hè? Oh, ik vind nog... Wat zo'n raar klein mannetje, van jullie ook niet? Ik vind nog wel een leuk kerelje. Hé? Ja, vind je wel wat? Ja, ik vind nog wel wat. Er is één troostwicht, Hans Anders even aanbieding. Nou, maar ik wil je nog één ding vertellen. Hè. 14 dagen geleden is mijn jongste kleindochter Geertje trouwd. Geertje? Ja, nou ken hij Geertje wel, hè? Geertje is niet een van de snuggers, nee. Ze is ook bar onzeker, hè? Dat toen had ik gezegd, dan kom je de huwelijksnacht maar bij oma op de boerderijdeur brengen. En dat heeft ze dan. Toen wij naar het grote feest toes kwamen, toen ben de jongelui direct de trappen op een vleug naar boven, hè? En toen ben ik de keuken in gegaan om lekkere pas soep te maken voor de volgende dag. Ja, met veel vlees erin en zo, hè. Dat ze weer een beetje op krachten konden komen. Stond nog een kwartier in de soep te roeren en toen had mijn kleindochter al naast mij staan. Ze zei, oma, oma, nou hebben we net zien overhemd hoe te trokken, maar nou hebben we allemaal hoor op de busten. Ze zei, wicht, daar moet je blide van wezen, want alleen goede kjals hebben hoor op de busten. Zijn om me witte opholen te drammen, dan moet je direct naar boven en je bent noodtrouwd. Wat wil je die weer zien? Wat? En ik weer in die soep aan het roeren, hè? 10 minuten later had ik hem weer naast mij staan. Zeg, oma, nou hebben we net de broek moeten trokken, maar dan hebben we ook allemaal een hoor op de been. Zeg, wicht, dan moet je dankbaar voor wezen, want alleen echte kjals heb hoor op de been. En nou naar boven mee, en nou voor het weer, voort. Maar toen ze de slaapkamer instapte, trok haar man net de sokken uit. En toen zag ze dat hij maar 3 tenen had. Ze holde de bolden zo op de kop van de trap of ze rolden zo de keuken in teken van u aan. Ze zei, oma heeft er 3. Ik keek haar aan en ik zei, nou wieg wie wat is. Roer jij maar even door de soep, want dit liet mij nou echt een klusje voor je oma. Oh yeah. Mooi. Ja, daar ben ik nog geen meer, hè? Ja, ik was in wat later, maar ik moest die treintje dan nog even voor de kolhap. Maar dat gaat dus ook niet te missen, hè? Ik maak nog wel eens wat met op die boerderij, hè. En bij Gerrit en Trees op boerderij, dat ging niet zo best mee, joh. Nee. Gerrit kreeg steeds meer muiten om de eendjes aan elkaar te knippen. En daarom heb ik bij Gerrit maar eens in voorgesteld om een slaapkamer te gaan verhuren met vol pension aan vakantiegangers. Nou, de eerste vakantiegangers, die waren zo, hè. Daar was de familie Donkers uit Amsterdam. Vaar, moe, en ze hadden 2 jongen. En die wilde het weekje op een boerenleven wel eens in met maken. Nou, eerlijk waar, ze keek naar ogen uit. Ze wist niet hoe het er op een boerderij aan toe ging. Maar de eerste dag ging er meteen kip door. Soms kregen wij toch heerlijke kippensoep, jong. Ja, en de donkertjes vinden het ook lekker, hè. Maar vaar donker zei nog, wat hebben wij massa vandaag. Maar zulke lekkere kippensoep hebben wij nog nooit gehad. Waarop Gerrit Drek zei, houd er maar rekening met, want op boerderij giet nooit wat verloren. De tweede dag giet er onze kalf door. Ja, soms kregen wij natuurlijk heerlijke biefstukjes, hè. En de familie Donkers vindt het ook weer hartstikke lekker, want vaar Donkers zei alweer,
Oh, wat hebben we toch weer een mazzel vandaag. Maar zulke lekkere biefstukjes hebben wij nog nooit gehad. Gerrit ruikt natuurlijk direct weer van de andere kant van de tafel. Hoop er maar rekening mee, want op een boerderij giet nooit wat verloren. De derde dag giet er een bigger te zielen. Ja, dat soms en kreeg de heerlijke carbonadetjes. En de familie Donkers die frat de vingers er zwart bij op. Vader Donkers zei, ja, wat hebben wij toch een mazzel, hè? Deze weken, want zulke lekkere carbonadetjes hebben wij nog nooit gehad. Dat Gerrit Reubel weer van de andere kant van de tafel. Houd er maar rekening met, want op een boerderij giet nooit wat verleur. Wij zitten nog even zo tegen elkaar. Dat kamervuur, hè, dat is een geweldig succes. Maar ja, het leek die week wel een epidemie. Dag later overlijdt alle opa van 92. Binnen het uur waren de Donkertjes weer richting Amsterdam. De tweede gast die we kregen, jongen, dat was zo'n echte handelsreiziger. En dat volk, dat is niet te vertrouwen, jong. Gloeperts ben dat. Ja, hij had zich nog niet bij ons op een boerderij geïnstalleerd, hè. Of hij liet zien oom afval op Shani. Ja, Shani is de oudste dochter van Gerrit en Tries. Hij draaide eromheen als een haan om kappeltje onder. Toen ik dat allemaal zag gebeuren, hek Shani, maar eens even mijn partner. Ik zeg, weg jong, kijk toch uit wat hij doet. Want dat volk, dat is niet te vertrouwen. Gloepertspunt. En ga er niet onderling. Want daar komen kindjes van. Maar ja, toen die vent de volgende dag voortging, hè, steun Shani hem toch enthousiast uit te zwaaien. En lachen dat ze die. Dat ik kijk er eens aan, ik zeg, waarom ben je niet zo huppelig? En Shani zegt, moet je die sukkel nou eens zien? Daar giet hij met zijn kindje. Ah, zo stikt het op de boerderij ook van de mung en van de vliegen, jong. Ja, en toen de vliegenstrip op waren, hè. Is Trees eens in mijn koe van fiets en die heeft dan een vliegenspuit gekocht. Ja, toen ze thuis kwam, vroeg Gerrit natuurlijk direct wat kost dat ding. Dat Trees zegt €120. Ja, Gerrit sloeg zwaar achterover van de stoel en zegt, weet je toch wat wezen of niet? Zo'n duur ding koop je toch niet? Waarop Trees zegt, nou het werkt naast weg, maar dan lagen er net al 100 doden op de rug. Gerrit vraagt dan, heet het dan al met spuit? Nee, zegt Trees, ik heb ze al een prijskaartje nog maar even laten zien. Zo hadden we van het najaar ook een stel van die stadsjagers bij ons rond de boerderij. Die waren in het weiland aan het afstrunnen, hè? Nou, ik hoorde dat. Het knalde bij ons om de boerderij of als het oorlog was. Oh, en ik stond bij de koeienstal te kijken. Valt me dan een dode eend naast mij op de grond. Dat ik pak die eend op, hè. Maar met dat ik hem in de hand heb, staat er ook als zo'n stadse jager ding over mij. En die vent zegt, ik heb die eend scheurd, die eend is van mij. Ik zeg, nou, ik heb maar steeds van, die eend is van mij. Maar die jager, jongen, die heul voet bij stuk. Dat in het lange les, hè, ik heb maar eens even voorsteld om het probleem op te lossen. Op een agrarische manier. Dat vind ik goed. Maar toen vroeg ik, hoe giet de agrarische manier dan? Ik zeg, dat is heel simpel. We geven elkaar om zijn beurt een schub voor de bien. En wie daarna de eerste opgeeft, die heeft verloren. Hij zegt, dat is goed. Ik zeg, dan begin ik. Dat die jager, jongen, die giet staan, hè. En ik neem dan aanloop en ik trap hem dan toch voor de poorten. Hij heeft weer 10 minuten op de grond liggen te kreperen. Toen de kerel die eindelijk weer verticaal staan, een aanloop wil nemen om mij te trappen, zeg ik, hoor maar jong, hier neem jij die heen maar.
dan Ben van een verderop, die had van het nou ja ook wat, jong. Ja, die was druk aan gangs om zijn bieten van het land te halen. Ja, en nou weten wij allemaal toch, hè? Dat als je met de bietencampagne bezig bent, dat je dan voorzichtig moet wezen, omdat dat dan modder op de straat ligt en dat dat glad is. Maar dan kwam daar een bus vol met politici langs. Nou wist die buschauffeur dat bleek daar niet, hè? Die man die reed al wat te hard, hij raakte in slip en gleed zo op de kop slootkade. Toen dan een uur later de politie in de biek kwam, was die hele bus leeg, joh. Dat die politie ging die vraag aan Beert. Hij zegt, waar is iedereen toch? En Beert zegt, ik heb alles begraven. Ja. Dat die politie ging die vraag aan Beert. Hij zegt, maar waren ze allemaal dood aan? Nou, zegt Beert, een paar zin van niet, hè. Maar politici liegen toch altijd. Het is zo'n best afloop met Ben, jong. Nee, Ben een paar weken geleden overleden. Ja. Nou liet Ben drie zoons nog. Maar zijn testament was duidelijk, hè? Ja. Maar Ben zijn oudste zoon kreeg namelijk de helft van de queen. Ben zijn middelste zoon die kreeg een derde deel van de queen. En Ben zijn jongste zoon kreeg een negende deel van de queen. Maar ja, toen kwam het probleem pas echt, hè? Maar Ben had precies 17 queen. Nou, gaat die maar eens verdienen.